Als je een Moldflow-analyse gaat doen, dan moet je ook een materiaal selecteren. En in Moldflow, daar zit een materiaaldatabase waar alle data in staat die je nodig hebt voor die berekeningen. En er was eens een klant die wist eigenlijk al zeker dat hij een bepaalde copolyester wilde gebruiken, een Triton. Maar hij twijfelde nog tussen een Triton TX1001 of een Triton TX1501HF. En wat je dan zou kunnen doen, ook zonder simulatie, is dat je gewoon in de materiaaldatabase gaat kijken om te zien van nou, oké, welke Tritons heb ik in de database staan? Laat ik die eens naast elkaar gaan zetten. Dus op dat moment heb je nog helemaal geen simulatie nodig, maar je kunt wel een materiaalvergelijk doen. En wat je dan bijvoorbeeld ziet, is, je kunt naar de viscositeitscurves kijken. En je ziet dan dat die TX1001, die heeft een viscositeit die net wat hoger ligt dan die van de TX1501. Dus het bovenste materiaal, de 1001, is net wat stroperiger en de 1501 die vloeit makkelijker. Nou, dat is op zich nuttige informatie. Als je daarnaast kijkt naar de conductiviteit, dan zie je dat die 1001 een hogere conductiviteit heeft. Dus de 1001 die geleidt de warmte makkelijker. En als het materiaal kouder wordt, dan wordt die ook weer stroperiger. Dus het zal wel zo zijn dat die 1001 echt wel een stuk stroperiger is dan de 1501. Nou, specifieke warmte is min of meer identiek. Dan doe je een analyse en je berekent bijvoorbeeld hoeveel druk heb ik nodig om mijn deel te vullen. Nou, het is misschien niet goed te lezen, maar met de 1001 heb je dus 120 megapascal nodig om het deel te vullen. En met de 1501 80. Dus inderdaad, de analyse bewijst dat we met de 1501 veel makkelijker kunnen spuitgieten. Wat we echter wel vergeten hebben, of niet zozeer vergeten, maar wat je niet over het hoofd mag zien, is door die andere thermische eigenschappen is wel de cyclustijd van die 1501 5 seconden langer dan bij de 1001. En daar kom je pas achter op het moment dat je echt de analyse gaat doen. Dus als we even terugschakelen, die conductiviteit van die 1001 die zorgt ervoor dat het materiaal wel heel snel stroperig wordt, maar ook dat de warmte heel snel uit het materiaal verdwijnt. Dus als je echt een snelle cyclus wilt hebben, dan zul je misschien toch de 1001 moeten gaan gebruiken.